Dat als je misschien wil afvallen, denk je, dit is de droom. Dit is wat ik wil. Dat ik dacht van, oh, ik moet geen chocola in huis halen. Of in ieder geval niet te veel. Want zoals eet ik een hele reep chocola op. Hoe minder je ergens van consumeert, hoe minder je lichaam daarna vraagt. Nee, dat is niet meer aan de orde. Daar heb ik ook echt geen behoefte aan. En één keer dacht ik, oh, word ik nou duizelig? Toen werd ik gewoon helemaal duizelig. Dat ik dacht, hè? Nee, doe ik dat niet meer. Nee, ik heb daar gewoon geen behoefte aan. Het is zo gek. Ik ben gewoon heel eerlijk. Dat is niet aan de orde op dit moment. Ik heb een aantal dagen gewacht voordat ik deze video wil opnemen. Omdat het weer gewoon niet meewerkt. Het is gewoon super donker. Ik heb nu mijn ringlight gelukkig aanstaan. Maar als ik hem nu uitzet, nou, dan zie je hoe donker het dus is. Heel erg blij dat ik die heb aangeschaft. Want daardoor kan ik nu alsnog een video opnemen. Het is vandaag een beetje een gloomy dag. En het wordt regenachtig. Dus vandaar. Maar nu is het een beetje een goed moment. Want het is nog niet zo donker. Het was toch wel eens donkerder geweest. Maar goed, ik kan nu lekker de video opnemen. Vandaag gaat de video over de grootste veranderingen die ik tot nu toe heb gemerkt. Sinds ik op gevoel ben gaan eten. En ik eet nu op gevoel sinds begin september, denk ik. Dat is september, oktober, november. Dat is bijna 3 hele maanden. Nou ja, en in de afgelopen tijd zijn er heel veel veranderingen bij mij geweest. Niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk. En ik denk dat dat ook een rol daarin speelt. Dus dat wil ik wel vooraf gezegd hebben. Ik merk namelijk dat ik meer rustiger in het leven sta. Dat ik meer focus op mijn mentale staat. Echt meer luister naar mijn lichaam in zijn geheel, zeg maar. Dus niet alleen qua voeding en beweging. Maar ook gewoon van, goh, weet je, waar heb ik nu echt behoefte aan? Heb ik wel zin om vandaag zo hard te knallen voor mijn bedrijf? Heb ik vandaag wel de energie en de goede vibe om goed werk neer te kunnen zetten? Ik vraag mezelf gewoon dat soort dingen steeds meer af. Omdat ik gewoon veel meer naar mijn lichaam luister naar wat het aangeeft. En dat speelt ook echt een grote rol in de voedingskeuzes die ik maak. Omdat ik in de basis graag een steady energieflow wil hebben. Een vast ritme. Ik heb morning routines. Ik heb een avondroutine. Het klinkt heel gestructureerd en gedisciplineerd. Dat is het voor velen misschien ook. Maar voor mij werkt het op dit moment heel erg fijn. En ik zou het nu op dit moment niet anders willen. En dat staat allemaal in verband met de veranderingen die ik nu ga bespreken. Dus met dat gezegd hebbende wil ik graag beginnen met de allereerste verandering die ik heb gemerkt. En dat is mijn suikerconsumptie. Ik ben echt voordat ik begon met eten heb gevoeld, dacht ik, als ik dit ga doen, misschien dat ik dan wel heel veel ga grijpen naar koekjes, snoepjes, chocola. Omdat ik mezelf die vrijheid geef. Maar ergens was er ook wel iets waarvan ik dacht, nee, ik denk eigenlijk niet dat ik dat ga doen. Omdat ik mezelf de afgelopen tijd ook al, ondanks dat ik toen mijn voeding ging loggen, zeg maar in de app, dat ik mezelf toen ook al gewoon alles toestond. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste factor is, dat als je ervoor kiest... om op gevoel te gaan eten, dat je jezelf altijd alles toestaat. Dat je het hele concept van labels plakken op voedingsmiddelen, dat je dat vergeet. Dus er is geen goed of slecht, er is niet gezond of ongezond. Er is alleen iets wat je lichaam, wat een hogere nutritionele waarde heeft voor je lichaam. En een ander product heeft dat misschien niet. Dus de een geeft meer voordelen af en de ander minder. En op basis daarvan kun je een beetje kijken van, goh, waar reageert je lichaam op, weet je? Wat doet het voor je? En ik weet gewoon dat suikerrijke producten, daar ben ik sowieso al heel gevoelig voor. Daarvoor was ik dat ook al, omdat ik het vroeger denk ik niet heel veel heb gehad. Waardoor ik nu, als ik dat eenmaal krijg, dat mijn energieniveau, die gaat echt through the roof. Ik krijg in één keer een energiepiek vanuit Tokio en ik word gewoon heel druk. En soms uit dat zich in heel druk doen als letterlijk heel druk doen en gewoon heel blij zijn, zeg maar. En aan de andere kant kan het er ook gewoon toe leiden dat ik me een beetje onrustig voel. Of gewoon dat ik denk van, oh nee, ik zit gewoon even niet helemaal lekker erin. En daarna, als ik zo'n energiepiek heb gehad, dan komt er natuurlijk ook een dal. En dat is iets wat ik nu, wat ik gewoon niet wil. Wat gewoon niet goed voelt. Dat is ook de reden waarom ik gestopt ben met het drinken van koffie. En ik merk nu gewoon, als ik wakker word 's ochtends, ik heb gewoon een goede nachtrust gehad. Dat heb ik bijna altijd. En mijn hele energieflow, ik heb het al eens eerder gezegd, is de hele dag gewoon stabiel. Ik heb heel weinig pieken, dalen. Soms natuurlijk wel dat je denkt, oh, ik ben even moe. Of ik heb even behoefte aan even een wandeling buiten. Of even wat nieuwe energie. Dat allemaal wel, maar
voor de rest is het echt compleet anders. Want eerder had ik ook dat ik dacht, nou, ik neem een kopje koffie voordat ik ga trainen 's avonds. Of even een pre-workout wat ik nodig had, wat ik dacht nodig te hebben. Maar dat is allemaal van de baan. Wat me ook hierbij opviel is dat ik voordat ik ongesteld moest worden, altijd een week van tevoren of zo, kreeg ik altijd heel erg chocolade cravings. Elke keer daarna had ik echt dat ik dacht van, oh, ik moet geen chocola in huis halen, of in ieder geval niet te veel, want zoals eet ik hele reep chocola op. Nou ja, en in de afgelopen tijd is het natuurlijk allemaal meer in balans getrokken. Ik dacht, nou ja, ik mag alles in huis hebben. Maar toen merkte ik ook, nou, dat ik wel gewoon een chocola greep. Nou ja, de afgelopen paar keer dat ik ongesteld ben geworden, helemaal nergens last van. Helemaal niet die drang daarna naar de chocola. Maar ik denk natuurlijk ook, hoe minder je ergens van consumeert, hoe minder je lichaam daarna vraagt. Want het is natuurlijk wel zo, dat als jij iedere dag bepaalde mate en bepaalde hoeveelheid suiker consumeert, dat je lichaam daaraan gaat wennen. En als je dat dus in één keer niet doet, dat je lichaam denkt, oh, waar is het, waar is het? En dat je juist, zeg maar, die signalen krijgt. Dat is hetzelfde met wat ze bijvoorbeeld, als je drinken neemt met zoetstof, bijvoorbeeld Crystal Clear, en je gaat dat drinken, die zoetstof kan hetzelfde effect hebben op je lichaam als gewone suiker, dat het aangeeft, oh, ik wil hier meer van. En vervolgens blijf je dat maar drinken, of ga je die zoetigheid in iets anders zoeken. Dus ja, dat is de eerste verandering die ik echt heb gemerkt. En ik ben heel blij om dat het nu op die manier zo gaat. Dat betekent natuurlijk niet dat ik nooit meer suiker eet. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik krijg het binnen in kleine hoeveelheden. Gewoon af en toe dat ik een koekje eet. Of wat pepernoten, noem maar wat. Weet je, dat zijn echt gewoon de kleine doseringen. Maar ik bijvoorbeeld zie mij nu niet meer een hele bak ijs of zo wegeten. Nee, dat is niet meer aan de orde. Daar heb ik ook echt geen behoefte aan. En dan de tweede grote verandering is dat ik gevoeliger ben geraakt voor vet eten. Ik merkte het toen mijn vriend en ik zeiden, oh, zullen we weer een keer een kapsalon maken? Dan maken we gewoon zo'n ovenschaal en dan doen we dan friet in. En van dat soort kipkebab wat je uit de diepvries kan halen. En van die strookjes, zeg maar. Nou, die hadden we dan toen gehaald en hadden we kaas er overheen gedaan en wat saus. Nou, dat was allemaal heel lekker en dat, nou, daar had ik nooit echt last van of zo. En ik was ongeveer, denk 4-5 happen of zo had ik gehad, echt grote happen. En één keer dacht ik, oh, word ik nou duizelig? Toen werd ik gewoon helemaal duizelig. Dat ik dacht, hè? Dus ik moest gewoon stoppen met eten op een gegeven moment. Ik was ook wel bijna vol en toen dacht ik, nou, weet je, laat het even bezinken, laat het even zakken, even een rustig moment. Nou, maar de duizeligheid, die kwam gewoon echt in één keer zo opzetten. Ik dacht, nou, wat gek. Ik zei tegen mijn vriend, ik zei, goh, wat is dit nou weer? Weet je wel, raar dat ik zo ineens duizelig word. Hij zei, nou, weet je, hij heeft dus, als hij te veel chips eet, of ook te veel vet gegeten, dat hij hoofdpijn krijgt. Of dat hij ook een beetje gewoon niet helemaal meer lekker in zijn vel zit. Hij zei, het kan komen door misschien te veel aan kaas, te veel aan vet wat in de schotel zat. Ik zei, ja, dat zal wel niet. Maar ja, toen nam ik de afstand van de maaltijd. Het ging gewoon even lekker rustig liggen. En in één keer merkte ik, nou, het zakte langzaam af. Toen dacht ik, oh, misschien is dat wel zo. Want ik kwam echt met een impuls, zeg maar. Dus dat was, dat was bizar. Dus ik merkte gewoon in één keer dat ik daar een hogere gevoeligheid voor had. Dus ik probeer echt extreem vettig eten. Probeer ik sowieso te vermijden. Het is niet meer aan mij besteed. Vroeger bestelde ik ook nog wel eens van die pizza's en zo. Waar heel veel kaas op zat. En ik kon het allemaal gewoon wegwerken. Maar nu, daar waag ik me niet meer aan. Want het is gewoon belangrijk voor me dat ik me gewoon goed voel. Weet je, in de basis. En ik weet gewoon dat die gezonde, die pure voedingsmiddelen dat gewoon voor me doen. En het is heus niet zo dat ik iedere dag met een gezonde maaltijd op de bank zit. Ik eet ook gewoon hamburgers. Ik eet ook gewoon een pizza. Maar dan een pizza met minder kaas. Wat meer, wat ik zelf heb belegd. Of waarvan ik weet, nou, dat kan ik goed tolereren, zeg maar. Dus ja, dat is de tweede verandering. En de derde verandering. Nou, je hoorde hem net al even zeggen, het eten bestellen. Dat doe ik dus ook bijna niet meer. Wat heel gek is, want ik weet toch wel echt dat ik soms, nou, toen ik dus de voeding aan het tracken was en zo, dat ik elke keer ook die cravings na had. Dat ik dacht, oh yes, het is bijna weekend. Kan ik weer pizza bestellen? Ga ik sushi bestellen? Ga ik pokeball halen? Nu doe ik dat niet meer. Ik heb daar gewoon geen behoefte aan. Het is zo gek. Ik vind echt, als ik dit nu allemaal zo aan jullie vertel, het zijn zoveel veranderingen. Ik heb natuurlijk wel eens mijn Fit Talks nog eens. Oh, mijn computer gaat uit. Daar heb ik mijn lijstje op staan. Hallo, wil je aangaan? Ja. Oh, ik moet mijn wachtwoord invoeren. Wacht even hoor. Ja.
En dat, ik heb dus bijna gewoon geen behoefte meer aan het eten bestellen. Wat gek is, want ik keek er dus altijd heel erg naar uit. En ik, nou, ik bestelde bijna 3 keer per week, vaak in het weekend. Maar ik denk ook als je... Ik denk dat ik ergens toch dat eten bestellen zag als een soort verboden voedsel. Als een soort iets wat ik niet iedere dag mag. Maar dat is eigenlijk natuurlijk ook logisch, want als je iedere dag eten bestelt, krijg je niet de juiste voedingsmiddelen binnen of de juiste voedingsstoffen binnen die je lichaam nodig heeft. Maar goed, dat terzijde. Ik merk gewoon dat ik daar geen behoefte aan heb. Ik wil gewoon... ik heb heel erg behoefte aan simpel eten. Gewoon basic maaltijden die ik zelf heb gemaakt met de ingrediënten die ik zelf heb gekozen. Met daarin ook zo min mogelijk suikers, zo min mogelijk toevoegingen. En gewoon lekker puur. Ja. Het klinkt, als ik dit zo zeg, klinkt het zo saai. En misschien voor jullie misschien wel een droombeeld om dit zo te hebben. Dat je weinig trek hebt met suiker, weinig trek hebt met vet eten, weinig eten bestelt. Dat als je misschien wil afvallen, denk je, dit is de droom. Dit is wat ik wil. Maar echt, dat terzijde, weet je, iedereen is anders. En iedereen reageert anders op bepaalde voedingsmiddelen. Dus als ik deze video zou zien en ik zou een paar maanden terug... nog mijn oude ik zijn, zeg maar. En ik zou dit zien en zou ik denken, wow, wat een droom. Had ik dat maar, weet je, had ik maar die controle, had ik maar die grip op. Maar voor mij voelt het, het is niet zo dat ik mezelf daartoe moet zetten. Het voelt voor mij heel intuïtief en heel op gevoel natuurlijk de juiste keuze voor mij op dit moment. En het kan zo zijn dat ik, weet ik veel, rond de zomer volgend jaar, dat ik dan weer, dat het helemaal weer anders is. Dat ik bijvoorbeeld een fitnessdoel heb, dat ik weer ga tellen, dat ik, noem maar op, weet je wel. Maar alles in het leven zijn natuurlijk gewoon fases. En dit is een fase voor mij waarin ik deze keuzes maak. En daarom voelt het zo goed. Dus ik denk dat je altijd voor jezelf ook naar je gevoel moet blijven luisteren. En wat die aangeeft daarin. Dus eigenlijk dat ik geen eten meer bestel heeft eigenlijk gewoon 2 redenen. De eerste is dat de porties vaak ook te groot zijn. Waardoor ik het niet opkrijg. Want ik eet gewoon wat minder in de basis. En de tweede is dus gewoon dat ik gewoon geen trek in heb. En dan de vierde. Ik eet kleinere porties. En dat is wat je me net ook al een beetje hoorde zeggen. Het gaat mooi over in elkaar, deze veranderingen. De porties zijn kleiner geworden. Natuurlijk komt het ook omdat ik heel anders sport. Ik bedoel, als je mij nu ziet sporten, vergeleken met een paar maanden geleden was het nog heel intensief. Echt met trainingsschema's, keihard knallen, alles op alles zetten. Tabata workouts, dansworkouts, lekker zweten. Nee, dat is nu, ik ben gewoon heel eerlijk, dat is niet aan de orde op dit moment. Als ik naar de sportschool ga, ik kijk gewoon van, nou weet je, waar heb ik zin in vandaag? Wat heb ik gisteren gedaan? Wat heb ik de vorige workout uitgevoerd? Wat wil ik nu gaan doen? Nou, dan is het bijvoorbeeld borst en triceps of borst en buik. Of wat gewoon wat bovenlichaam in het algemeen. Of wat benen. Ik begin vaak de week wel met een leg workout, omdat ik dat gewoon fijn vind. Lekker knallen, zeg maar, aan het begin van de week. Dat is ze nog wel, maar als je het vergelijkt, dan is het gewoon niet... Het is gewoon dag en nacht. En daardoor merk ik dus ook, zeg maar, in de portiegroottes en in de hoeveelheid voeding wat ik nodig heb. Ja, het is gewoon allemaal wat kleiner. En qua krachttraining, nou, dat doe ik dus 3 keer in de week. En dat vul ik aan met wandelingen in de natuur. En ongeveer 1 tot 3 keer per week gewoon yoga. En er zijn yoga sessies van ongeveer 15, 20 minuten max. Dus ja, dat is een beetje waardoor mijn stofwisseling denk ik nu ook wat langzamer is. En waardoor ik minder voeding nodig heb. En ik merk ook, zeg maar, dat ik nu stop met eten rond 1 uur of 7. En dan drink ik alleen nog maar mijn slaapthee, mijn avondthee. Wat me een relaxed gevoel geeft. En ja, daarna hoef ik gewoon eigenlijk niks meer. Je ziet me eigenlijk bijna nooit meer snacken op de bank 's avonds. Of ja, tussendoortjes of een toetje of iets. Dat hoeft voor mij ook niet meer. Wat ik heel fijn vind eigenlijk. Want mijn lichaam, die krijgt dan echt de kans om... helemaal te ontspannen en niet meer bezig te zijn met het verwerken van voedsel. En ik merk dat ik daardoor ook beter slaap. Dus ja, dat is een keuze die ik maak. Soms dan merk ik wel, hoor, als ik iets langer op blijf, dat ik denk van, oh, nu begin ik wel echt honger weer te krijgen. Maar ja, dan val ik in slaap en dan eet ik 's ochtends gewoon wat meer. Dus soms is het een beetje op het randje. Het ligt er ook aan natuurlijk wat ik heb gegeten. Maar als ik echt nog trek heb, dan pak ik gewoon een broodje of zo. Weet je, gewoon iets heel neutraals. En dan de vijfde. Ik ben heel wat afgevallen in de afgelopen 2,5 maand.
2,5, 3 maand. En dat is iets meer dan 4 kilo. En ik weet niet, kan niet goed plaatsen waar het vandaan komt. Ik denk dat het misschien wel vocht en misschien wat vet is. En ook wel een beetje spiermassa, omdat ik dus ook anders train. Denk een combinatie van alles. En omdat ik dus gewoon, ik eet minder, ik beweeg meer in het algemeen, zeg maar, gedurende de dag. Dus niet alleen qua krachttraining, maar ook gewoon met mijn yoga, met de wandelingen. Ja, en dat in combinatie met de kleinere porties, minder eten bestellen. Ik denk dat het eten bestellen, het vetten en het suiker, dat dat heel veel impact heeft gehad op mijn lichaam. En ja, ik voel me nu gewoon, ik weet niet, ook als ik ongesteld ben of zo, voel ik me niet bloot of wat voller. Want dan had ik altijd wel dat ik het idee dat ik meer vocht vasthield gedurende die periode. Heb ik nu ook niet echt meer. Alles is gewoon heel rustig en stabiel. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn. En laat ik het ook voorop zetten dat het nooit mijn doel was om af te vallen toen ik ervoor koos om op gevoel te gaan eten. Helemaal niet zelfs, want ik had juist verwacht dat ik aan zou komen. Heel eerlijk, omdat ik de andere pogingen die ik had gedaan om op gevoel te eten, dan merkte ik gewoon, en dat heb ik ook, staat allemaal op mijn blog, dus als je dat wil nalezen. Ik heb allemaal fit talks over geschreven, eten op gevoel, dat ik die pogingen had gedaan en dat ik dan, ja, gewoon... Mijn gevoel gaf dan gewoon dat ik dacht van oké, nu kan ik dit eten en dat eten. Ach, ik log het niet, dus ik kan dit en dat. Maar mijn relatie met voeding, wat ik eerder ook al zei, was toen ook heel anders. Maar toen had ik wel, ik had eigenlijk wel verwacht dat ik aan zou komen. Omdat ik dus meer voedselvrijheid zou hebben. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Want ik denk echt dat jij, als jij heel intuïtief en heel goed luistert naar wat jouw lichaam wil. En wat het aangeeft. En waar het trek in heeft. Dat je daarop leert inspelen. En dat je die signalen van je lichaam steeds beter leert herkennen. Bijvoorbeeld, het is nu 8:30 op zondag. Hallo. Heel vroeg, maar... ik heb dus net ontbijt gehad. Ik heb gewoon één broodje, een maïsbroodje met boter en een pakje kipfilet gegeten en een kopje thee. Nou, en ik merk nu dat ik wel weer een beetje trek begin te krijgen, omdat ik weet dat was misschien wel iets te weinig. Dus waarschijnlijk eet ik over een uurtje of zo, eet ik echt weer. Want dan voel ik mijn maag echt zo rommelen, weet je wel. Echt die intense signalen. En niet, het is niet zozeer, zeg maar, dat ik denk, oeh, ik heb nu een craving ergens in. Nee, het zijn vaak echt de hongersignalen waar ik naar luister. En je kunt ook echt... Ik had er een lijstje van gemaakt. Ik weet niet of ik dat had gedeeld op mijn Instagram. Ik zal het heel even opzoeken. Kijk, het verschil tussen emotionele en fysieke honger. Emotioneel merk je vaak. Het is plotseling. Je wilt iets specifieks. Het is urgent. Het is vaak in combinatie met een onrustige emotie. Je eet automatisch, gedachteloos. Je stopt niet als je vol bent. En je hebt een negatief gevoel na het eten. Dat is vaak een emotioneel eetmoment. Maar wat ik vaak heb nu, of wat ik eigenlijk altijd heb, is gewoon de fysieke honger waar ik naar luister. En dat is als je op gevoel gaat eten, merk je die signalen steeds beter. En dat is... Het komt geleidelijk op. Dus nu merk ik al een beetje, ik heb een beetje honger. Maar over een uur weet ik, mijn maag gaat echt rommelen. Ja, je staat open voor van alles. Ja, want ik heb niet een specifiek voedingsmiddel omhoog wat ik dan zou willen. Het kan wachten. Want ik kan nog wel een uur wachten, wat ik net ook zei. Het is fysiek nodig. Je eet bewust. Je eet mindful. Je stopt als je vol bent. En je hebt een heel neutraal gevoel na het eten. En dat zijn de grootste verschillen. En als je nog eens wilt nalezen, dit is de post. Check die vooral eventjes. Dus ja, dat zijn de grootste verschillen die ik heb gemerkt nu ik al een tijdje op gevoel eet. En ik hoop dat jij ook hem gewoon een poging gaat wagen. Want heel veel mensen die denken natuurlijk dat als ze willen afvallen, als ze hun journey willen starten, dat het nodig is om calorieën te tellen. Dit is niet waar. Tuurlijk, het kan helpen om in het begin te kijken van, goh, hoeveel eet ik echt? Om daar inzicht in te krijgen, om eens een weekje gewoon je voeding te loggen of een paar dagen. Om gewoon een beter beeld te krijgen van, goh, hoe zit mijn voedingspatroon in elkaar? En als je dat eenmaal hebt, dan kun je kijken van, goh, weet je, waar eet ik heel veel van? Waar zou ik kunnen minderen? Welke dingen doe ik nu allemaal goed? Want vaak doe je al heel veel dingen goed. En op basis daarvan ga je keuzes maken. En dat is gewoon laaghangende fruit, wat ik heel vaak zeg, wat je niet wil missen. En daardoor kan het tracken in het begin even helpen. Maar dat betekent niet dat jij ieder voedingsmiddel moet loggen. Want als jij al gewoon in de basis weet, zeg maar bewust bent van wat je eet. En goede, betere keuzes maakt. Want toen ik begon met afvallen in het begin 2014. Toen was ik niet eens bezig met loggen. Ik dacht gewoon, oké, weet je. Ik was voor mij ook heel logisch. Als het contrast met wat ik eerst deed en wat ik nu ga doen. Als dat groter is, dan weet ik zeker, dan val ik af. En dat vertrouwen moet je ook gewoon hebben. Want als... Ik ontbeet met bolletjes, met boterham met hagelslag, met
plakken kaas met croissantjes. Ja, weet je, en als je dan in één keer havermout gaat eten met walnoten en rozijnen en pindakaas. Ja, dat is natuurlijk heel iets anders. Het doet heel iets anders voor je lichaam dan bijvoorbeeld een broodje met hagelslag. Snap je wat ik bedoel? Je blijft langer verzadigd, je lichaam krijgt betere voedingsstoffen binnen, enzovoort, enzovoort. Dus als jij gewoon betere keuzes gaat maken, dan is tracken gewoon sowieso niet nodig. Het kan helpen voor inzicht in het begin, om het laaghangende fruit in te zien, of meer inzicht te krijgen in je voedingspatroon of het geheel. Maar het is niet nodig om daarom te stressen en ja, om alles te willen loggen en daar obsessief mee bezig te zijn en het een doel op zich te maken. Niet nodig. Vertrouw mij maar daarop. Dus als je zegt, nou weet je, dat wil ik allemaal niet, stress je niet om. Het is niet aan de orde. Dus en dat zijn de grootste veranderingen die ik met je wou bespreken. Ik hoop dat je het een interessante video vond en dat je het leuk vond om naar te kijken. En zoals ik al zei, weet je, je moet gewoon voor jezelf die keuze maken. En als jij ook op gevoel wil eten. Ik heb er ook blogs over geschreven. Dus check die vooral ook even. Daar vind je meer informatie van hoe ik het heb gedaan. En mijn Instagram natuurlijk ook. Die staat vol met allerlei tips en tricks. Dus check die vooral ook even. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Vergeet niet te subscriben. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe Fit Addict video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!